Ik zou nooit op Thierry Baudet stemmen, want dat is gewoon een fucker. Ik ga sowieso stemmen op de VVD. Nee, ik weet nog niet op wie ik ga stemmen. Ik ga op Jane 20 stemmen. Oh ja, nee, ik heb nog geen idee op wie ik ga stemmen eigenlijk. Waarschijnlijk wordt het GroenLinks. Nee, ik ga morgen niet stemmen, nee. Waar ik wel op ga stemmen, weet ik nog niet. Sowieso iets links. Ik ben sowieso al een rechtse persoon, maar ik vind de VVD niet meer de partij waar ik echt thuis bij voel. Ik zit altijd een beetje in het midden. Dus niet heel links, maar ook niet heel erg rechts. Het boeit me denk ik niet heel erg wat met politiek tot nu toe gebeurt. Wat ik graag wil zien veranderen is dat ik wil dat iedereen zich gerepresenteerd voelt. Gelijkheid voor iedereen, inclusiviteit. Vrouwen, zeg maar, dat vrouwen wat hoger aan de macht komen, dat vind ik wel belangrijk, vind ik wel leuk. Ja, ik denk toch wel meer kijken naar de studenten. Ik vind het belangrijk dat iedereen een beetje kan doen wat ze zelf willen. En dat niemand daarin tegengehouden wordt. Een beetje een sociaal vluchtelingenbeleid, dat soort dingen vind ik belangrijk. We moeten eerst ervoor zorgen dat we de problemen die we hier hebben met integratie, met de woningmarkt, et cetera, dat we die eerst gaan oplossen. En dan kunnen daarna zoveel mogelijk asielzoekers weer gaan opnemen. Ik zou nooit op Thierry Baudet stemmen, want dat is gewoon een fucker. Bijeen is een partij waar ik niet echt warm van word. De SGP is natuurlijk super conservatief, ook wat betreft vrouwenrechten en weet ik veel, dat soort gezeik. Dat hoeft van mij gewoon niet.